elke klas in de basisschool zit een derde van de kinderen heeft hier mee te maken gehad of krijgt er mee te maken. Elke 8 tot 10 dagen wordt er in Nederland een vrouw gedood door haar partner of ex-partner. Hij heeft de hamer hier gewoon neergegooid, is die ook achtergelaten. Bloed van hem door de trap, over de trap heen. Overal. Hoe kan het dat vrouwenmoord zo wordt onderschat in Nederland? Als jij als agent een liquidatie voorkomt, dan ben je echt de held, hè? Als jij als agent voorkomt dat een meisje als Humira wordt doodgeschoten, een huiselijke twist, wijkagentje. In deze podcast ga ik in gesprek met nabestaanden van slachtoffers, de politie, officieren van justitie, advocaten, politici en ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld. Niemand, maar dan ook werkelijk niemand die ik spreek, heeft nog vertrouwen in het systeem. Welke fouten zijn er gemaakt en hoe zorgen we ervoor dat vrouwen veilig zijn, juist achter de voordeur? Het is vaak niet eens onwil bij de politie, maar onwetendheid. En dat is vele malen erger. Ik ben Saskia Belleman, rechtbankverslaggever bij De Telegraaf. En ik ben Wilson Boldewijn, co-host van deze podcast. En je luistert naar aflevering 8, Losers. We hebben in Nederland een enorm vertekend zelfbeeld over hoe progressief Nederland is. We denken met name ook dat we heel geëmancipeerd zijn, terwijl Nederland op die gender gap index die nu gemaakt wordt, we bungelen ergens halverwege, achter een heleboel andere landen die het veel beter doen. In deze voorlopig laatste aflevering van Zij is van mij werp ik een blik over de grens. Welke lessen kunnen we trekken uit het buitenland? Hoe kan het dat er in de landen om ons heen aanzienlijk minder vrouwen om het leven komen door geweld van hun partner of hun ex-partner? En wat kan de politiek doen om hier verandering in aan te brengen? Saskia, daarover ga jij in gesprek met René Rumkes. Die hebben we al veel voorbij horen komen in deze podcast. Ja, dat klopt. Je kunt wel zeggen dat zij vrouwenmoord op de kaart heeft gezet in Nederland. Tot vorig jaar was ze bijzonder hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam. Ze adviseerde de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Commissie. En tussen 2012 en 2019 was ze directeur van ATRIA, dat is het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Als er iemand is die weet hoe het in de toekomst beter moet, dan is zij het wel. Maar ook Annemarije van den Besselaar, de zus van Clarinda uit aflevering 2, heeft interessante ideeën over het herinrichten van de samenleving. Net als strafrechtadvocaten Richard Korver, Nelleke Stolk en Sebas Dijkstra. Maar nu eerst René Rumkens. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de belangrijkste dingen waar Nederland zeg maar echt achterloopt, is participatie van vrouwen in de arbeidsmarkt. Dat begint langzaam te veranderen, maar het zijn heel veel deeltijdbanen waar vrouwen financieel niet hun eigen broek kunnen ophouden, dus nog steeds kwetsbaar zijn, met name bij scheidingen. Ook bij de hoogleraarsbenoemingen of bij de vertegenwoordiging van vrouwen in de Raad van Commissarissen. Dat wil maar niet opschieten. En we zien het ook in die loonkloof. Maar we zien het dus ook in geweld. En ik heb een heel, ook wel treurig voorbeeld. Ik werd op enig moment uitgenodigd door de Universiteit van Tokio om een verhaal te vertellen over hoe het met geweld en arbeidsparticipatie in Nederland zat, omdat men zich in Japan zorgen maakte. Het was een hele interessante uitwisseling, want toen ik dus vertelde hoeveel geweld in Nederland voorkomt, dat 1 op de 5 vrouwen ooit in haar leven toch ernstig, soms zeer ernstig geweld, langere tijd meemaakt. Dat stuitte echt op ongeloof. Ze hadden echt het idee van Nederland is een heel geëmancipeerd land. Hoezo 1 op de 5? Ja, ze wisten wel internationaal dat die cijfers soms 1 op de 4 zitten. Zelfs landen 1 op de 3, die hadden het over partnergeweld. Maar ze hadden echt het idee van we zitten daar ver onder. Dus wat je dan ziet is Nederland doet zijn PR goed. Ja, zeg ik dan met we dragen actief dat beeld uit dat wij het heel goed doen. Het Openbaar Ministerie. Ik denk dat we in Nederland juist die genderneutraliteit en die gelijkheid van man en vrouw heel erg hoog in het vaandel hebben staan. Terwijl als je kijkt naar de patronen die er bij huiselijk geweld aan de hand zijn, er sprake is van ongelijkheid. Dus dan kun je denken als Nederland, geëmancipeerd land zoals je zelf zegt, we zijn genderneutraal en dat is goed. Maar juist bij huiselijk geweld moet je daar gendersensitiviteit overheen leggen en bedenken dat vrouwen vaker slachtoffer zijn en wat dat dus betekent voor je aanpak. Als ik bijvoorbeeld even naar femicide kijk, dan zie je dat de Zuid-Europese landen het veel beter doen. Spanje, Frankrijk, Italië, zeker Spanje en Italië, maar Frankrijk ook, die zijn echt al 1 jaar of 10, en Spanje zelfs veel langer, al sinds 2004,
hebben die ook een wet die gaat over gender en geweld. Die moet erkennen dat vrouwen door die scheve machtsverhoudingen die er helaas nog bestaan, maatschappelijk gezien en soms ook in relaties, dat je daar dus rekening mee moet houden om vrouwen met extra maatregelen te steunen, te beschermen, op te vangen, et cetera. Italië heeft mede dankzij de media ook veel aandacht aan femicide, omdat er een aantal gruwelijke gevallen breed zijn uitgemeten in de media. Dat is een wake-up call geworden. Dus dan zie je dat politie ook en ook het registratiesysteem is daar verbeterd. Het is op zich wel verrassend, omdat je zou zeggen dat zijn van die landen waar dat machismo hoogtij viert. Dus je zou nou juist verwachten dat daar meer gevallen van femicide voorkomen. Precies. En dat is dus minder. Nederland heeft verhoudingsgewijs meer gevallen van femicide dan Spanje en Italië. Maar ik denk dat het ook paradoxaal is, die invloed van dat machismo. En de paradox zit hem erin. In die Latijnse landen zie je inderdaad, ja, het wordt gelegitimeerd, maar het wordt ook geproblematiseerd. Steeds meer mannen ook zeggen, jongens, doe normaal. En wat ik ook hoopgevend vind, is in Spanje, een paar jaar geleden al, was er weer een gruwelijke femicidezaak. Toen zijn er in Madrid iets van 20.000 tot 25.000 vrouwen en mannen de straat op gegaan. Om te zeggen, dit moet anders. De politie moet alerter zijn, want dit was een case waarin dit mogelijk voorkomen had kunnen worden. Dus er was heel veel verontwaardiging over. En dan denk ik, ja, dat bewustzijn dus in die Zuidlanden zit hem dus ook bij mannen sterker. Want het is natuurlijk gruwelijk. En daar schort het dus in Nederland aan. Dan komen we weer op dat vertekende zelfbeeld dat wij zo beschaafd zijn en de boel in de hand hebben en al helemaal in staat zijn om onze emoties te beheersen. Want ja, wij zijn toch Noord-Europeanen. Je hoort Lucindy, de zus van Reagan, en strafrechtadvocaat Richard Korver. In Australië zijn ze op straat gegaan, in Frankrijk zijn ze gaan demonstreren. Maar hier in Nederland blijft het vrijwel best wel stil. Oh ja, kijk, als je daar logisch over nadenkt, is het natuurlijk heel vreemd, hè? Vrouwenmoord, 1 vrouw per 8 dagen. En het land staat niet in brand. Het Malieveld staat niet vol met woedende burgers die scanderend tekeer gaan. Nou is denk ik het activisme in ons land sowieso een beetje tanend. Maar je zou wel, vind ik, van gezagsdragers mogen verwachten dat als die dit soort cijfers op hun bord krijgen, dat die de ambtenaar die erover gaat ontbieden en zeggen, in godsnaam, wat gaan jullie eraan doen? En ik weet, in Australië hadden ze op een gegeven moment ook een zo'n soort van offensief, dat vrouwen daar dagen vrij krijgen van werk, om betaald vrij krijgen om bepaalde dingen te regelen. Dat zijn ook misschien kleine dingen, maar ook wel goede dingen die zo'n vrouw kan helpen. De reputatie van Nederland in de VN-context is er een van zelfgenoegzaamheid. Dat horen we dus van buitenlandse collega's. Ja, dat is die typische koopman-dominee-mentaliteit waar wij cultuurhistorisch mee opgezadeld zijn. We weten heel goed het vingertje te heffen naar anderen. En verder weten we ook heel goed hoe we een slaatje kunnen slaan, dan wel winst kunnen maken, om het wat positiever te formuleren. Maar we weten heel goed dat vingertje naar anderen te heffen, maar laat staan de hand in eigen boezem te steken. Daar zijn we gewoon niet zo goed in. We denken dat we het allemaal wel goed zien. Dat idee van we hebben het allemaal op orde. En collega Barbara Ome heeft daar ook een prachtig analyse van gemaakt over hoe Nederland naar mensenrechten kijkt. Mensenrechten zijn rechten voor anderen. Voor niet voor onszelf. Maar niet voor onszelf. Nee. Dus als je mij vraagt, hoe komt dat nou in Nederland? Dat zit dus heel complex. Het zit een cultuurhistorische traditie. Er zitten politieke overwegingen aan. Het gaat over sociale codes waarvan we zeggen van, nou, we hebben het allemaal goed op orde. En vooral ook de ontkenning. En die ontkenning, dat vind ik ook echt minstens zo zorgelijk. Mensenrechten vinden wij iets voor landen, dat zijn de Zuidlanden, zoals het dan tegenwoordig heet. Of zoals ik een ambtenaar van VWS ooit boos tegen mij hoorde zeggen, toen ik het verwees naar mensenrechten en dat Nederland in een aantal opzichten daar toch echt niet aan voldoet. Die heel boos zei, ik moest maar dit verhaal in Roemenië of Hongarije gaan houden, want daar hadden ze een probleem met de mensenrechten. Heus niet in Nederland. Ja, Saskia, dit klinkt ook heel erg Nederlands. Enorm. Wij hebben andere het wel, mensen hebben problemen, maar wij niet. Nee. Wij hebben het hier heel uitstekend op orde. Ja. En kijk maar vooral naar andere landen. Want als we de cijfers erbij pakken, dan? Nou, dan doet Nederland het helemaal niet zo goed. Kijk, je hoort René Rumkes zeggen dat Zuid-Europese landen, die landen waar je eigenlijk zou verwachten
dat macho gedrag hoogtij viert en waar vrouwen misschien meer gevaar lopen, het veel beter doen. Als je kijkt naar de absolute cijfers, dan, nou ja, daar valt wel iets op af te dingen, maar dat zijn absolute cijfers, hè. Het zijn natuurlijk grotere landen, meer inwoners. Er vallen wel degelijk best veel slachtoffers, femicide-slachtoffers in landen als Frankrijk, Spanje, Italië. Maar wat je wel kunt zeggen over die andere landen is dat die er maatregelen op treffen. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar Italië, dat heeft een gele kaart ingevoerd, jaren geleden al. Klinkt een beetje raar, hè? Want wat is een gele kaart? Voetbalterm. Nou, kennen we inderdaad allemaal vanuit het voetbal. Komt erop neer dat als er een melding binnenkomt over een man die zich schuldig maakt aan stalking, bedreiging, intimidatie, dan wordt er een gele kaart uitgedeeld. En dat is eigenlijk in feite een signaal. De politie houdt je in de gaten. Dimmen, ophouden met dat gedrag. Anders komen we nog een keer langs en dan volgen er andere maatregelen. En inmiddels heeft Italië daar ook voor een deel de verplichting aan toegevoegd om een bepaalde therapie te gaan volgen. Ja, bij die gele kaart al. Ja. En dat blijkt dus te werken. Hè? Het blijkt dus wel degelijk preventief te werken. Want het aantal femicidegevallen is afgenomen daar. Nou, in Frankrijk is het zo dat Macron, de president, heeft aangekondigd dat er wetgeving moet komen. Dat er meer aandacht voor moet komen. Dat er serieus naar moet worden gekeken. In Spanje zijn er op een gegeven moment duizenden vrouwen en mannen de straat opgegaan na een hele geruchtmakende femicidezaak. Die ook zoiets hadden van dit kan niet zo doorgaan. We moeten hier actie tegen ondernemen. Ja, en wat doet Nederland? Nederland zegt, zolang er niet echt iets is gebeurd, kunnen we niks doen. En wijzen naar andere landen waar de situatie, mensenrechten situatie nog slechter is. Ja, dat slaat mij de schrik om het hart. En denk ik van ja, weet je, met zo'n houding komen vrouwen niet verder. En zal het ook niet leiden tot een verlaging van de cijfers van vrouwenmoorden. Ja, als wij niet eens in staat blijken te zijn om zo'n vragenformulier af te nemen bij al die vrouwen die zich melden met bedreigingen, met stalkingsklachten en zo bij de politie, dan vraag je je toch af van als dat al te veel moeite is, wat moet er in Nederland gebeuren voordat vrouwen echt serieus worden genomen? Nou, die vraag stelde ik aan het Openbaar Ministerie en aan de politie en ik vroeg ze onder andere of zij ook kijken naar voorbeelden in het buitenland. Ik zie het inderdaad terugkomen, in de media vooral. Maar is mij, ik heb daar geen ervaring mee of gesprekken over. Geen contact tussen politie, apparaten in andere landen om te vragen van, goh, hoe pakken jullie dat eigenlijk aan? Nee, dat zal bij een andere afdeling binnen de politieorganisatie belegd kunnen worden. Judith van Schoonderwoerd van het Openbaar Ministerie. Ik weet dat het ministerie van Justitie en Veiligheid daar ook echt mee bezig is om te kijken hoe zit de aanpak in het buitenland, ook als het gaat over gendersensitief werken en het oppakken van het verdrag van Istanbul en alles wat daarin staat, wordt uiteraard naar het buitenland gekeken. Voor het Openbaar Ministerie kijken we daar ook wel naar, maar hebben we vooral onze eigen taken en bevoegdheden en ons eigen wetboek waar we ons aan dienen te houden natuurlijk. De Nederlandse regering heeft een mensenrechtenverdrag getekend en geratificeerd. Die heet in de wandelgangen de Istanbul-conventie. Welke verplichtingen heb je dan om geweld tegen vrouwen te voorkomen, te bestrijden en om slachtoffers te ondersteunen? Die verplichtingen zijn heel gedetailleerd vastgelegd. Het is echt een uniek, historisch gezien uniek verdrag. Er is ook een commissie die toeziet op de naleving. Die commissie heeft ook gekeken wat doet Nederland en specifiek op dat punt van de politie is Nederland ook op de vingers, onder andere dus op de vingers getikt. En wanneer is dat gebeurd? Dat is gebeurd in het voorjaar van 2020. En als ik me dan even beperk tot de verplichting dat de politie duidelijk moet registreren, is maar een voorbeeld over wat is de relatie bij gewelddelicten dus. Wat is de relatie tussen dader en slachtoffer? Want alleen dan zie je ook pas heel duidelijk dat er heel veel geweld in die privésfeer zit. Dat het niet een man willekeurig of een vreemdeling is. Een vreemde van de vrouw. Die registratie, daar schort het in Nederland aan. Terug naar het OM. Dat we daar in Nederland ook nog wel echt stappen in moeten zetten in de uitvoering bijvoorbeeld van het verdrag van Istanbul, waar vrouwen betere bescherming moeten krijgen dan dat dat nu helemaal lukt. Wat zegt de regering in januari 23? Ja, wij hebben regionale politiekorpsen, die maken hun eigen beleid. En dat is dus een zwamargument, als ik het heel netjes formuleer. Want de regering is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de mensenrechtenverdrag. Mijn naam is Anne-Marije van den Besselaar en ik ben de zus van Clarinda.
Ik vind hier in Nederland dat we heel rigide denken over hoe een relatie tussen man en vrouw zou moeten werken. Zowel emotioneel als organisatorisch. Hoe we dat inrichten. En ik denk dat de vrouw daarin het onderspit delft. Ik vind het ook heel ingewikkeld om te zien dat we dat gesprek niet opengebroken krijgen. Dat je als het ware niet die vraag mag stellen. Die reactie krijg ik zowel van mannen als van vrouwen. Waarbij ik dus toch de indruk heb dat we hier blijkbaar baat bij hebben om dit in stand te houden. Waar je ook maar kijkt als het gaat om het gesprek over part-time of fulltime werken. Als het gaat om hoe de moederrol wordt ingevuld. Wel of geen kinderen krijgen. Carrière versus... Vrouwen kunnen het eigenlijk nooit goed doen. Worden altijd klemgezet. Voor mij is dat een signaal dat we nog altijd in een patriarchale samenleving leven. Maar ik denk dat we het pas als problematisch durven te benoemen als het escaleert in de publieke ruimte en niet achter de voordeur. En ik denk dat dat de reden is waarom dat we het nog steeds een familietragedie of een familiedrama noemen. Want daarmee kun je het weer in een doosje stoppen en kun je het daar laten waar het hoort, namelijk achter de gesloten deur. De blijf uit mijn lijfhuizen puilen uit, dat heb ik gelezen. Ik verdiep mij ook in deze materie. Ik zie allerlei advocaten in het familierecht, met name vrouwelijke advocaten, opstaan voor de positie van vrouwen en kinderen bij vechtscheidingen. Juridisch gezien wordt het Istanbul-conventie niet geratificeerd in Nederland, wordt onvoldoende nageleefd of bij wijze van persoonlijke voorkeur van een rechter gevolgd of niet. Ja, dan betekent het dat wij te maken hebben met een patroon. En daarom heb ik misschien ook een probleem met het woord femicide. Want femicide maakt het heel specifiek en zet het mooi gesegregeerd in een hoekje neer. Ik denk dat dat een foute benadering is, omdat ik denk dat het een escalatie is van iets wat wij systemisch zo georganiseerd hebben. En daar zou het gesprek over moeten en mogen gaan. Ik voel me zelfstandig, ik zorg voor mezelf. Doe ik nu nog steeds, ik heb geen man nodig en dat kon hij ook niet hebben. Je hoort Cindy. Ja, waarom moet jij zoveel werken? Ik werkte eerst best wel ver weg van huis. Ging die ook elke keer naar beneden halen. Waarom moet jij zo ver werken? Kostte veel tijd met heen en weer reizen. En wat moet ik dan gaan doen? Ik ga echt niks voor jou doen in huis. Als jij thuis komt, doe jij het maar. Ik ga gewoon wachten tot jij thuis komt, want ik ga niks doen. Ik moet denken aan een gesprek wat ik had met mijn neef van 18... toen ik Andrew Tate zich opeens manifesteerde. Nou, ik had van de goede man nog nooit gehoord tot december 2022, toen hij dus gearresteerd werd in Roemenië ergens op verdenking van vrouwenhandel en die hele zaak aan het rollen kwam. En ik dacht, wie is die man en hoe zit dat? Dus mijn neef van 18, actief op TikTok, ik zei, help mij te begrijpen. En dat vond ik heel verhelderend, want ik zit zelf niet op TikTok. Maar wat hij mij vertelde is, ik zei van, hoe snap jij waarom zo'n idioot, bizar, ouderwetse boodschap, in mijn ogen dus, hè, van je moet die meisjes eronder houden en als een meisje niet wil, moet je gewoon de vriendin neuken, want dan leert ze het wel om zich wat gewilliger. Nou, dat soort teksten. If my woman replies to a man on Instagram, if she likes another man's photo, she's out the fucking door. I expect absolute loyalty from my woman. That is not mate guarding, that's not beta. That is just basic territorialism that comes with being a fucking man. My chicks don't go to the club without me. They are at home. Nou, wat hij dus zegt is, ja nee, hij zelf vindt hij dat niet. Ja, dat is dan een jongen die inderdaad thuis een andere boodschap meekrijgt. Maar het interessante is, hij zegt, ik zie vrienden van mij wel. En dat zijn vrienden die op het VWO zitten in dit geval. En waarom? Hij heeft dan zelf een vriendinnetje, dus dat vindt hij leuk. Daarmee staat hij dus een trapje hoger op de ladder bij de jongens. Want de jongens die geen vriendinnetje hebben, en die zijn dan 17, 18, en die zouden graag een vriendinnetje hebben, die hebben het gevoel dat ze vaak in de disco of de dansplek of het festival waar ze naartoe gaan, worden weggezet door de meisjes. Omdat de meisjes hun eigenlijk niet interessant vinden, met elkaar bezig zijn of juist naar oudere jongens kijken. Dus wat zegt mijn neef? Als je dan onzeker bent, dan kan ik me wel iets voorstellen dat ze, en die vrienden van hem waar hij het dus over had, die luisteren dus ook naar Andrew Tate, omdat ze dan een verhaal horen, althans zijn er gevoelig voor, ja. Omdat ze een verhaal horen over, zo kun je heel snel rijk worden en succesvol en die meiden moet je gewoon maar eens een les leren.
Het is in feite, zeg jij, een cultureel probleem. Wij hebben met z'n allen de samenleving zo ingericht dat het eigenlijk heel normaal wordt gevonden dat een vrouw zichzelf, haar eigen wensen, haar leven op het tweede plan stelt. Maar dat mannen diezelfde keus nooit hoeven te maken. Absoluut. Wat zou je moeten doen om dat te veranderen? Laat ik het zo zeggen. Dit onderwerp speelt ook in mijn persoonlijke leven. Omdat ik andere keuzes maak en daar geregeld op bevraagd ben geweest. En nog altijd word. Er is een bepaalde vanzelfsprekendheid van opmerkingen die richting mijn keuzes en de wijze waarop ik spreek. Hoe ik me uitspreek. Hè, of ik dat überhaupt wel mag op deze toon. Of ik wel namens alle vrouwen zou mogen spreken of niet. Wie ik eigenlijk vertegenwoordig daarin. Dat ik onvolledig ben als vrouw omdat ik niet per definitie die kinderwens had. Of zo'n soort familie of gezin zou willen stichten. Het is allemaal al voorbijgekomen bij mij. En ik heb die vanzelfsprekendheid nooit overgenomen omdat dat niet bij mij paste. En ik heb mezelf altijd het recht gegeven om daar mijn eigen keuzes in te maken. En dat heb ik ook meegekregen uit mijn opvoeding dat dat mocht. Maar je hebt je er wel altijd tegen moeten verdedigen, absoluut, de vooroordelen. Maar dat gaat ook gewoon door. Want ik zorg voor de dochter van mijn zus, voor mijn nichtje. En er zijn een aantal mannen in mijn omgeving die ik wel of niet ken, die dan nodig vinden om te zeggen dat er nog wel een tweede kind bij zou kunnen komen, want dat is zo goed voor haar. Waarbij er dus voorbij wordt gegaan aan wat goed zou zijn voor mij. Ja. En dat is blijkbaar normaal dat mensen die vragen stellen. Dus ja, terugkomen. Want ik wil ook niet alleen maar spreken vanuit het drama wat mijn zus is overkomen. Ik kan dit ook bekrachtigen met mijn eigen verhaal als vrouw. Uiteraard ook de dialoog die ik met mijn zus heb gehad. Wij waren verschillend daarin en dat mocht er zijn. En daar leerde ik ook van. En dat was een gesprek bij ons. Dat mocht je benoemen. Maar dat mag in de publieke ruimte en in het dagelijks leven absoluut onvoldoende. Ik ben ook blij met dat de media, zoals jullie ook met deze podcast, het probleem onder de aandacht brengen van een breed publiek. Want die onderzoeken zijn er echt al heel lang. Ja, ik loop al een 35 jaar mee met onderzoek. En heb daar ook over in het boek wat ik noemde, Voorbij de Verbijstering, hebben we ook een analyse gemaakt van hoe komt het nu toch dat het zo langzaam gaat en dat het zo lang duurt voordat mensen echt denken, goh, er is echt iets aan de hand. Dat je ook niet meer in die verbijstering schiet van, jeetje, we hebben weer een incident. Nee, het zijn helemaal geen incidenten. Het zijn voorbeelden van een onderstroom die gewoon doorgaat. En zolang je het als incident blijft benoemen en iedere keer weer heel erg geschokt en verbaasd bent en verontwaardigd ook, daarmee verander je het niet. Sterker nog, je houdt dus ook met name dat beeld in stand. Dat het incidenten zijn. Dat het incidenten zijn en dat we het dus op orde hebben. Humera is geen incident. Clarinda van den Besselaar is geen incident. Regan Perez, Cindy, Mieke Oort, Linda van der Giezen, het zijn geen incidenten. De verontwaardiging is er nog veel te weinig. Je hoort strafrechtadvocaat Richard Korver. Jij bent er verontwaardigd over omdat je het aan de lopende band in je werk tegenkomt. Maar de gemiddelde Nederlander komt dit niet tegen. En als hij het wel tegenkomt, dan denkt hij, ja, is een Turks meisje, nou, dat is ver van mijn bedshow. Of Linda van der Giezen, verpleegster. Ja, dat is wel Nederlands meisje. Die heeft toch wel heel erg pech gehad. Zeg, god, ben je verpleegster? Overkomt je dat? Dus er moet veel meer iets komen van een soort collectieve verontwaardiging in de richting van mannen die dit doen. En daar moet ook een sfeer ontstaan in de maatschappij. Je ziet het op zedenwetgevingen, die gaat veranderen. Omdat de overheid zegt, wij willen een andere seksuele moraal. Wij willen dat als je bevriest, dat je dan ook strafbaar bent als je toch doorgaat met seks. Nou, wij willen eigenlijk misschien ook wel een andere moraal als het gaat om niet alleen vrouwenmoord, maar ook vrouwenmeppers en ook vrouwenbedreigers. Gewoon nokken met die handel. Sebas Dijkstra. Ik probeer dan even meteen in te beelden. Ik loop dan even in mijn hoofd zo'n zittingszaal bij de politierechter in. En het gaat dan om huiselijk geweld. Als ik zie en voel wat een gelaten manier van behandeling van zo'n zaak, nou ja, de wijze waarop die plaatsvindt, vergelijkt dat bijna met rijden onder invloed. Maar dat miskent natuurlijk dat die klap, de volgende klap, naar dat isoleren, wat natuurlijk ook vaak bij huiselijk geweld gebeurt, dat miskent natuurlijk het grotere fenomeen erachter. Dus dat hebben wij natuurlijk als Nederland, zelfs tot in de rechtbank aan toe, ook enigszins verwaarloosd. Dat goed, hè, gij zult uw echtgenote niet slaan, dat goed ergens bovenaan zit en niet ergens onderaan het lijstje bij
de verkeerszaken. Want zo voelt het in die zittingszaal. Het wordt niet gezien als een schande. Als jij als man je vrouw slaat of bedreigt en je komt voor, dan staat er een batterij aan hulpverleners klaar. Maar het wordt niet gezien als iets waar je voor moet schamen. Ik denk dat dat een heel belangrijk element is. Ik wil niet zeggen dat het in sommige gebieden stoer is om je vrouw te slaan, maar het is in ieder geval zeker niet iets waarvan in zijn algemeenheid een gevoel van schaamte uitgaat. Ik denk dat we daar nog heel veel kunnen winnen. En ja, helaas moet dat vaak, net als bij zeden, gewoon met wetgeving. Gooi die wetgeving vooruit en dan trekt de samenleving er langzaam achteraan. Zoals je, als je er zo over nadenkt, hè, Sebas Dijkstra die schetst een beeld waarin we, hè, inderdaad, dan rijdt een dronken meneer, die rijdt iemand dood en dan is het heel veel maatschappelijke onrust. Hè, dan schrijven we er ook veel over. En dat huiselijk geweld, dat schouderophalende, dat is eigenlijk heel gek als je er zo over nadenkt. Ja, nou ja, eigenlijk vind ik het al heel veelzeggend dat die zaken bij de politierechter terechtkomen. Hè. Dat is een alleenzittende rechter die maximaal een jaar gevangenisstraf kan opleggen. Maar het geeft ook iets aan over hoe de ernst van dat soort zaken worden ingezien. Niet ernstig dus. Ja. Daarom worden ze door de politierechter afgedaan. Terwijl, als je kijkt naar de zaken die bij de politierechter terechtkomen, hè, van mishandeling van vrouwen, bedreiging van vrouwen, dan is dat de aanloop naar mogelijk wel heel veel ernstige zaken. En zou je eigenlijk in dat stadium al op alle mogelijke manieren moeten ingrijpen? Ja, en ik zit heel vaak bij meervoudige kamerzittingen, de ernstige zaken, en dan kom ik de zaken tegen waarin het echt gruwelijk mis is gegaan. Maar dan zijn we te laat. Ja, en wij moeten dus eigenlijk een beetje naar die cultuur toe waarin het gênant is dat je als grote sterke kerel een vrouw slaat en niet dat er gelatenheid over is. Want ik kan er wel heel boos over worden als ik denk van je bent fysiek al zo ongelijk. Ik kom ook uit die vechtsportwereld, maar hoe knap is het nou om van een vrouw te winnen als het gaat om fysieke kracht? Ja, niet dus. Nee. En dat zie je dus wel in die Zuid-Europese landen, dat daar, je zou zeggen, die macho-landen, daar vinden ze het misschien wel stoer, hè, dat je je vrouw onder de duim kunt houden, dat ze doet wat je zegt. Maar dat is het niet. Daar worden mannen die dat doen beschouwd als losers. En dat zouden we hier eigenlijk veel meer erin moeten zien te krijgen. Want dan heb ik ook een beeld voor me dat in die zuidelijke landen een hele strenge moeder is. Het zijn vaak van die moedermannen, weet je wel. Die helemaal in de watten gelegd worden en echt die vrouw adoreren. Misschien komt het daar wel uit voort hoor. Maar nu ben ik een beetje aan het gissen. We horen straks Erik Blauw. En ik weet ook dat klopt over de gevangeniscultuur. Want in een gevangeniscultuur heb je een soort rangorde. Daar sta je wel heel laag in de hiërarchie. Als je je vrouw mishandelt, ja. Dat klopt, ja. Je staat het allerlaagst in de hiërarchie als je een kind iets aandoet. Maar ja, je vrouw, dat is een goede tweede. Een van de meest macho culturen die je ooit ergens tegen zult komen is de biascultuur. Daar zijn vrouwen en kinderen hartstikke heilig. Op het moment dat je daar niet goed zorgt voor een vrouw, niet goed zorgt voor de kinderen, heb je een slecht leven in de gevangenis. Ik denk dat dat ook een beetje geldt voor wat meer de Franse en Italiaanse culturen. Het is niet macho om je vrouw of kind te slaan. Is niet macho om daarover te gaan tot de doding. Maar is het niet macho om wel je vrouw onder de duim te kunnen houden? Of? Ik denk dat veel meer een macho gedachte is, ja. Maar ja, geweld past daar niet bij. Geweld past daar niet bij. Het is een gedachte hoor. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar het valt me wel op, juist die vergelijking met die gevangeniscultuur. Nou, dat speelt wel heel erg. Zedendelinquenten, die spreek ik eigenlijk op dagelijkse basis. Die hebben het slecht in de gevangenis daarin. Ja, die staan onderaan de ladder. Hè? Staan onderaan de ladder, ja. Maar ook huiselijk geweld. Vrouwen worden eigenlijk voor het blok gezet. En nu ook weer. Je hoort Anne-Marije. Volgens mij is er de optie gedaan in de politiek, ik weet niet door wie, maar dat kinderopvang alleen gratis wordt voor vrouwen die werken. Wat betekent dat je de druk weer opvoert, de verantwoordelijkheid weer bij de vrouw legt, wat niet per definitie betekent dat je het gesprek gaat hebben over hoe verdelen we dit eigenlijk in ons gezin, tussen man en vrouw. En dat is ook een consequentie van het continu alles maar in bepaalde hokjes duwen en het eigenlijk te geïsoleerd willen benaderen. Terwijl ik denk, ja, maar dingen hebben wel met elkaar te maken en mensen moeten geen schrik hebben om het grotere plaatje te proberen te zien en het echte gesprek daarover te hebben. En dat ervaar ik wel heel vaak, dat ik word terechtgewezen om dat toch vooral binnen een bepaalde systematiek te blijven benaderen en het niet te breed te pakken, want dan word ik lastig. Dan denk ik, ja, maar ja, dat vind ik een veel wezenlijker gesprek als we hier iets aan willen doen. Het is eigenlijk een weeffout in de hele samenleving. Absoluut. De manier waarop wij het hebben ingericht, dat zou moeten veranderen. Ja, nog even los van het hele principe van
je eigen verantwoordelijkheid nemen. Wat we in de neoliberale samenleving natuurlijk heel belangrijk vinden. Vind ik ook heel belangrijk. Ik neem graag mijn eigen verantwoordelijkheid. Om even mijn eigen verhaal te nuanceren. Het is niet mijn intentie om dit probleem nu af te schuiven op de witte Nederlandse man die ook maar probeert het land goed te organiseren. Want ik denk dat vrouwen misschien zelfs nog wel strenger kunnen zijn naar elkaar toe in bepaald normatief gedrag. En hoe je als vrouw gerepresenteerd, ja, jezelf mag representeren in de samenleving. Ik denk dat het een weeffout is die genderoverstijgend is op dat vlak. Maar ik kan wel zeggen dat de stem van vrouwen onvoldoende uitgenodigd wordt tot gesprek. Of niet op de juiste voorwaarden, namelijk op basis van gelijkheid, gehoord wordt. Ja, op basis van gelijkheid. Mij slaat de schrik om mijn hart hoor, als ik verhalen lees over bijvoorbeeld studentenverenigingen. De manier waarop daar over vrouwen wordt gesproken als sperma-emmers. Dan moeten nekken worden gebroken om penissen in te kunnen stoppen. En dan denk ik, oké, dat zijn dus de mannen van wie je mag aannemen dat ze nog een redelijke opleiding gaan genieten. Misschien ook al een redelijke opleiding hebben genoten. Het zijn natuurlijk nog studenten, maar ja, het zijn wel de toekomstige artsen, rechters, advocaten, officieren van justitie. Dan slaat de schrik mij toch een beetje om het hart. Maar is het probleem niet met die studentenverenigingen dat het hele traditionele bolwerken zijn, waarin je dan weer in een soort real-time toneelstuk in een soort heel ouderwetse verhoudingen schiet? Ja, maar dat is dus de vraag, hè? Of ze het beschouwen als een toneelstuk of gewoon stoer macho gedrag. Moet kunnen, niet erg. Ja, ik denk dat het een teken aan de wand is. Een heel fout teken aan de wand. Er is nog heel weinig onderzoek naar gedaan, hè, over wat drijft deze jongens. Wat wel gesuggereerd wordt, en dat vind ik ook aannemelijk, dat ze deep down heel onzeker zijn over hun eigen mannelijkheid. Dat hoor ik ook in de gesprekken die ik voer. Jongens die zich onzeker voelen, grijpen dus terug op die onderstroom waar we het eerder over hadden. Dat je als jongen nog altijd kunt zeggen, jij moet naar mij luisteren. Die gaan zichzelf overschreeuwen. Je hoort Anne-Marije. Ik denk dat het begint bij hoe wij eigenlijk denken over wat een man en een vrouw is. Ik denk dat er bepaalde stereotyperingen worden overgedragen die, wat mij betreft, na oorlog zijn en niet meer bij de tijd. Ja. Waarin de vrouw in de zorgende rol wordt gezet en dus ook op die manier wordt opgevoed. Als ik jouw verhaal zo hoor, denk ik, er is ook het een en ander misgegaan in de opvoeding. Ontzettend. Alles eigenlijk. Ja. Je hoort Cindy. Geen respect voor ouders. Vaak ruzie met ouders. Tot vechten aan toe, wat ik zelf gezien heb. Als kind zijnde ook heel veel heb ik gehoord vanuit hem. Dat er veel ruzie was. Niet even zijn man-vrouw. Weet je, de man staat veel hoger dan de vrouw. De vrouw wordt echt neergehaald, naar beneden gehaald. Onderdanig. De vrouw moet alles in huis doen. En de man komt thuis en die kan lekker gaan zitten. En alles wordt gedaan. Zo verwachtte hij het van mij ook. Maar ik ging daar tegenin. En dat kan hij natuurlijk niet hebben. Maar hoe kan dat? Dat dat heden ten dagen nog steeds gebeurt? Je zou toch zeggen, mensen die nu kinderen krijgen, mensen die 20, 30 jaar geleden kinderen kregen, die zijn toch zelf ook wel moderner geworden inmiddels in hun opvattingen? Dat denk ik ook wel. Zo zwart-wit wil ik het ook niet stellen. Ik denk dat wij op dit moment, in deze tijd, en ja, ik weet dat er veel speelt, dus het is moeilijk om daar de focus op te leggen. Maar ik denk dat we op dit moment in een uitkomst zitten van keuzes die eerder zijn gemaakt. Want vanaf de jaren 90 kregen we vrouwen stemrecht. En vanaf dat moment is ook het studeren en het onderwijzen van vrouwen is toegenomen. En nu zit je met een hele generatie vrouwen die dus die keuze kan maken. Wel of geen kinderen, wel of geen gezin. Dus ik denk dat er veel meer mensen, mannen als vrouwen, nu zijn die daartoe op een andere manier over nadenken. Maar ik denk dat in de opvoeding daarvoor ze misschien iets anders hebben meegekregen. Dus ik denk dat hier ook wel een generationele shift aan de gang is, die juist nu op tafel komt te liggen, omdat vrouwen mondiger zijn, omdat ze hoog opgeleid zijn en omdat ze er wat van vinden. Judith van Schoondervoort van het Openbaar Ministerie. Ik denk gewoon hele brede cultuur in Nederland, waarin genderpatronen vastzitten in ons hele wezen en dat we daar langzaam van aan het loskomen zijn, maar dat dat een cultuuromslag vergt, hè, over het hele land bedoel ik daarmee, die gewoon heel veel tijd, ruimte, moeite in beslag gaat nemen voordat we daar echt stappen in kunnen zetten.
Wat zouden Nederlandse ouders kunnen doen om ervoor te zorgen dat hun zonen op een andere manier in het leven komen te staan? Want het gaat dwars door alle culturen heen, dwars door alle klassen heen. Ik noemde net dat voorbeeld van die studentenverenigingen waar ik toch wel een tikje somber van word. Niet dat dat allemaal potentiële moordenaars zijn, maar de manier waarop over vrouwen wordt gesproken, de manier waarop over vrouwen wordt gedacht, dat komt ergens vandaan. Wat moet je daar in vredesnaam tegen doen? Ik wil ook niet zeggen dat we als ouders alles in de hand hebben. Je hoort René Rumkens. De invloed van leeftijdgenoten is, onderschat dat niet. En dan kun je als opvoeder maar tot op zekere hoogte invloed op hebben. Want hoe vaker je daar tegenin gaat, hoe minder geloofwaardig jezelf wordt. Maar toen ik bij Atria in mijn laatste 2 jaar een aantal ideeën en plannen moest ontwikkelen over hoe verder, hebben we daar ook een onderzoeksproject opgezet. Dat heet Act for Respect, samen met Rutgers. Om vooral jongeren, en dat richtte zich dus op adolescenten, jongens en meisjes, om met elkaar in gesprek te gaan over wat vind je nou eigenlijk van elkaar? Hoe kijk je naar elkaar? En hoe ga je met elkaar over seks in gesprek? Of überhaupt in gesprek? Omdat ik inderdaad ervan overtuigd ben, je moet eerder beginnen, met name in die adolescentie, want dan gaan ook die hormonen opspelen. En vooral ook die leeftijd, dan zie je dus ook dat die werelden van meisjes en jongens een beetje uit elkaar gaan lopen. En worden zowel jongens als meisjes ook vatbaarder voor hun, laten we zeggen, seksgenoten in allerlei ideeën over hoe jezelf en hoe de andere seksen in elkaar steekt. En alles wat er tussenin zit, zie ik er nu erbij. Je hoort strafrechtadvocaten Nelleke Stolk, Sebas Dijkstra en Richard Korver. Nou, ik heb zelf 2 zonen. Die zijn nog jong, maar die weten natuurlijk wat voor zaken ik doe. En als wij aan tafel zitten, dan vertel ik ze ook wel eens wat dat doet met een persoon. Ook jonge meiden dus, die niet zoveel schelen van hen qua leeftijd. Maar wat ik vooral probeer is hen bij te brengen dat je hoe dan ook respect hebt. En dat het niet getolereerd wordt, niet bij ons thuis, en ik ga er ook vanuit ook op school, als dat anders is. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ze moeten weten dat dit niet normaal is. Ze moeten weten dat je ter verantwoording wordt geroepen. Als jij tegen je vriendje zegt, nou het is toch maar een vrouw. Dat zullen mijn kinderen thuis niet zeggen. Absoluut niet. En dat respect dat je moet hebben als man voor een vrouw en ook omgekeerd, dat is iets wat echt meegegeven moet worden. Bepaalde normen en waarden. En kinderen worden vrijgelaten en kinderen kunnen op internet alles zien en alles volgen. Dat kan, maar ik neem ze dan wel weer terug van nou, wat je nu net hebt gezien. De gevolgen zijn zus en zus en zo. Bedenk je dat? Hou dat in gedachten. Ja, ik denk hetzelfde hoor. Ik denk dat het belangrijk is dat gedrag continu bekrachtigd wordt. Maar ook mensen durven elkaar natuurlijk ook niet meer aan te spreken. Als je iets op straat ziet gebeuren, nou ja, ik vind het cis of het hey schatje verbod. Nou ja, ik zal andere scheldwoorden niet gebruiken. Maar op straat, dat zijn dingen. Ja, je ziet mensen in die filmpjes langslopen. Niemand zegt er wat van. Iedereen denkt, oh, dan zit ik straks in een gevecht. Maar juist dat gedrag bekrachtigen door er wel op in durven gaan. Bij je eigen kinderen is natuurlijk hopelijk vanzelfsprekend. Maar juist die sociaal-ethische normen continu omstrepen. Ik heb 2 zonen, een dochter en daarna nog 2 zonen. En fysiek legt zij het altijd af. En dat is iets waar ik altijd heel bewust van ben. Van jongens, kap er nou mee. Jullie zijn sterker dan haar. Gebruik geen geweld, raak haar niet aan. Maar dat zijn dingen, ik zie dat al dan even in huiselijke kring, in zo'n dynamiek, dan zie je al dat, weet je, als je daar geen grens legt voor die kinderen en ze dat ook niet zien en ook niet te horen krijgen van hun moeder, van tot hier niet verder, ja, hoe kunnen ze dan ooit op straat dat wel zien? En dat, nou ja, dat zeiden ze in de MeToo-setting natuurlijk continu, educate your sons, weet je, leg het niet bij de vrouwen, maar leg het bij de mannen. Alleen, er zijn helaas heel veel kinderen die niet die kaders hebben, die niet die opvoedkundigen om hen heen hebben, ouders om hen heen hebben. En ja, dat betekent niet dat tussen de goed opgevoede kinderen dat er geen daders zitten. Alleen de kans is natuurlijk aanzienlijk kleiner als je je duidelijke richtsnoeren mee hebt gekregen vanuit je ouderlijk huis. Ik denk dat je vooral moet duidelijk maken dat het denigreren van een ander, het uitsluiten van een ander, dat dat niet wordt getolereerd. En wij hebben pas heel kort eigenlijk in ons onderwijs enige aandacht voor pesten. Pesten is het schoolvoorbeeld van denigreren en uitsluiten. En daar is ook typisch Nederlands heel vaak toch nog een reflex van, ah, zie je te zeuren. Het is maar een geintje. Klikken vinden wij iets vies.
in onze cultuur. En dat helpt natuurlijk allemaal niet. Hè? Dat soort, laten we zeggen, sociale mechanismes verhinderen dat je er wat van zegt als een man zijn vrouw afbekt, binnenhoudt, denigrerend behandelt. En eigenlijk zou je willen dat het heel normaal wordt dat te doen, zodat je je als kerel schaamt. En dat je denkt, ja, dit kan maar beter niet doen. En die gêne, als je die kan aanwakkeren, ja, dat is misschien raar, maar ik ben dus meer van die school dan te denken, het is heel goed om kinderen uit te leggen wat gevolgen zijn, et cetera. En dat kan helpen bij hun begrip. Je wilt eigenlijk gewoon dat ze zich een loser gaan voelen als ze dat doen. Ja, en dat het normaal wordt en dat je een toffe beer bent als je voor de zwakkere opkomt. Ja, maar je voelt je pas een loser als je weet welke normen en waarden er zijn. Zeker. Als je weet dat je daar overheen gaat, dan ben je de loser. Ja. Waar ik me vooral zorgen om maak, is dat we inderdaad zo'n studentenvereniging hebben. En dat zien mijn kinderen ook. Dat komt op social media voorbij. Die gasten die zitten dat daar te roepen en vervolgens krijgen we bericht, ja, ze gaan niet vervolgd worden. Welk signaal geef je dan af? En dat is dat ze maatschappij vervolgd hadden moeten worden? Ja. Voor? Ja. Belediging. En dat vrouwen seksisme niks en niks meer zijn dan een mannengebied van avond. Gooi het ergens op, maar dit kan je niet zo zonder meer laten gaan. Want hiermee geef je een beeld af. Nou ja, eigenlijk is dat. Het is ook pas van het laatste jaar. Onze toekomstige advocaten. Dat de universiteit is pas van het laatste 1-2 jaar dat universiteiten nu ingrijpen. Dat had je toch ook al wat eerder mogen verwachten. Ja. En je ziet het op andere fronten in de maatschappij nu wel gebeuren. Hè, dat in het bedrijfsleven bijvoorbeeld wordt opgetreden als mensen worden uitgesloten. Dat bedrijven zeggen, nee, wij zijn een inclusief bedrijf. Nou, dat zou je eigenlijk op dit onderwerp ook willen. Dat er vanuit allerlei geledingen in de maatschappij wordt gezegd, wij gaan om die vrouwen heen staan. En wij sluiten die kerels uit. En dat was juist de mogelijkheid om dat signaal af te geven. Ja. Dat was een unieke kans om. Ja, terwijl als dan bijvoorbeeld Johan Derksen allerlei uitlatingen doet waarvan iedereen weet dat die verjaard zijn, die wordt wel naar binnen getrokken om even te komen praten bij de politie. Dan denk ik, ja, als je dat wel kan doen, dan had je die jochies ook allemaal wel even voor een stevig stopgesprekje kunnen uitnodigen. Iedereen was verontwaardigd, maar niemand sloeg echt met hand op tafel. Ja, dat verhaal over die sperma-emmers, dat leidde wel tot verontwaardiging, alleen wat zou je daar nou mee moeten? Ja, weet je, ik keek naar het filmpje en dan hoor je zo'n reactie van de burgemeester die zegt van nou, dat kan natuurlijk niet, het is afkeurenswaardig en we gaan daar voortaan streng op letten dat dat niet nog eens gebeurt. Dan denk ik, ja, oké, dit was misschien het moment om een wat krachtiger signaal af te geven. En ja, wat ik zag op dat filmpje was een verzameling losers die te veel gedronken hadden. Beetje onvolwassen ook, vind ik. Heel erg onvolwassen, ja. Word even een grote jongen en kom even in de echte wereld. Ja, en we moeten dus meer toe naar wat je in die Zuid-Europese landen ziet. Dat je als je op die manier tekeer gaat, als je denkt dat je dat soort dingen moet zeggen om stoer over te komen, dan ben je dus eigenlijk een loser. En vooral dat vrouwen tot een bepaald respect, dat het een bepaald respect eist, omdat je fysiek al ongelijkwaardig bent. En dat je zo opstellen, dat het niet tot een bewondering in ieder geval leidt. Nee, ik vraag me ook altijd af, als zo'n jongen een vriendinnetje krijgt later en die ziet dat filmpje, hoe ze gaat reageren. Ik zou het wel weten, geloof ik, als ik zo'n knul tegen het lijf zou lopen. Ja, ik ook. Zoek jij het maar ergens anders. Ik ook, zoals ik jou ken. Ja, ik werd ook een beetje somber van het verhaal van René Rumkens. We lijken er in plaats van vooruit eigenlijk alleen maar op achteruit te gaan. Maar gelukkig, zo somber is zij niet. Er is reden tot zorg. Maar ik heb dat ook nu hardop gezegd. In de hoop dat een aantal mensen zeggen, ja, maar we moeten hier iets mee. En nee, we zijn er nog niet. Maar laten we vooral niet het hoofd in de schoot leggen. Want zover is het ook nog niet. Waar ik het niet met je eens ben, is dat het alleen maar slechter geworden is. Want als ik kijk naar de generatie na mij, de generaties mag ik intussen zeggen, daar zit ook beweging in. Maar die gaat verschillende kanten op. Daar is een generatie die ook zegt, ja, al dat ouderwetse gedoe, daar gaan we helemaal niet meer naar terug. En we zetten ons in voor. Vrouwen gaan meer werken op de arbeidsmarkt. Vrouwen, de loonkloof wordt kleiner. Het gaat allemaal heel langzaam. En we hebben ook terugvallen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er genoeg mensen rondlopen die ook weerbaar zijn om te zeggen, we pikken het niet meer. Mocht die backlash en dat, zeg maar, die hang naar we moeten naar 50 jaar terug kijken, want toen was het nog allemaal overzichtelijk en helder en vooral goed dat daar protest tegen is. Maar er zijn ook vrouwen die daar wel vatbaar voor zijn.
Volgens mij zijn we toe aan een herwaardering van wat onze samenleving dan is in deze tijd. Wat we daarin belangrijk vinden en wat we daarin wel en niet willen uitnodigen. En ik denk dat te veel mensen zich daar helemaal geen onderdeel van voelen. Omdat er bestuurd wordt op zo'n intellectueel, ja, bijna emotieloos niveau. Ja, emotieloos, ja. Wat ik wel begrijp, onder het mom van neutraal en vanuit een bepaalde objectiviteit te kunnen handelen. Ja, maar ja, uiteindelijk zijn we gewoon mensen. En we zijn bijna niet meer in staat om dat gewoon te mogen benoemen op het vlak van, hey buurvrouw, hoe gaat het eigenlijk met je? Ja, dat kan niet. En als jij het voor het zeggen had, waar zou je beginnen? Bij mensen thuiskomen. Te praten. Bij mensen thuiskomen en ik denk dat we in Nederland, en daar ben ik zelf ook een voorbeeld van, heel goed zijn in praten en ons te uiten. Er heeft heel veel nadruk gelegen op dat wij zelf expressie mogen geven aan. Ga eens luisteren naar anderen. We kijken allemaal weg. Het Openbaar Ministerie. We doen het echt met z'n allen. Al burgers, maar overheid samen doen het met z'n allen om die aanpak van huiselijk geweld, waarvan femicide de ultieme negatieve uitingsvorm is, om dat te bestrijden. Ja, ik weet dat dit ook weer heel abstract klinkt, maar het is een pleidooi om mensen gewoon met elkaar aan tafel te krijgen, ja, op menselijk niveau. Wie waren we ook alweer? Waar komt dit vandaan? Want of je het nou leuk vindt of niet, je leert niet op school dat je een gezin wil. Dat zit veel dieper in de mens. Dat komt vanuit een veel pragmatischer en onderbuikgevoel bijna. Gevoel. Wat mensen wel of niet op een bepaalde manier willen vormgeven. Ja, dat zit op dit moment is daar zo'n tegenstelling in gecreëerd. Van ja, dat moet je vooral zelf bepalen. Maar wij gaan gewoon door met het vergaren van kennis en ons te ontwikkelen op rationeel vlak. Dat gaat ons helemaal niet tot meer welzijn brengen. Dat overstijgt ook de positie van vrouwen alleen. Dat houden we niet vol. Er is niet één model als het gaat over mannen en vrouwen wat we zouden moeten doen. Maar er zijn wel heel basale voorwaarden waar een overheid, vind ik, ook een verplichting in heeft om te zorgen dat die voldaan zijn, zodat je überhaupt keuzes kunt maken in vrijheid. Ja, Saskia, we kijken met spanning uit naar een nieuw kabinet. Het is nu maart 2024. Je kijkt wel naar de politiek als je dit soort zaken in ieder geval wilt verbeteren. Wat voor wensenlijstje ligt er nou van de deskundigen? Ja, dat is een goede vraag. Dus ik heb René Rumkes gevraagd wat zij wenst van de nieuwe regering. Er is maar één wens, dat er regie wordt genomen op landelijk beleid bij de aanpak huiselijk geweld. En primair bij twee speerpunten, de politie. Dus zorg dat het in de opleiding komt. En zorg dat korpsen voldoende capaciteit hebben om gewoon een specialist neer te zetten. En de tweede is regie op het aansturen van een betere training van professionals in den brede. Dus in de gezondheidszorg, het maatschappelijk werk. En ga in gesprek met de onderwijskoepelorganisaties over hoe kan het onderwijs, want iets meer doen dan wat ze nu doen. En dat kan. Zonder dat ik wil beweren dat het onderwijs het zoveelste sociale probleem moet oplossen. Want iedereen kijkt natuurlijk naar het onderwijs. Kijk, een regering, een overheid kan niet alle problemen oplossen. Maar we hebben hier met een problematiek te maken waar minstens 40% van de Nederlanders mee te maken krijgt. Ernstig geweld, hè? In elke klas in de basisschool zit een derde van de kinderen heeft hier mee te maken gehad of krijgt er mee te maken. Of zelf dat ze geslagen worden of dat ze zien dat ouders elkaar slaan. Als we in het onderwijs hier helemaal niks mee doen, wat betekent dat voor die kinderen? Alleen al het emotioneel gevoel van ik ben de afwijking, ik ben de uitzondering, ik schaam me, ik durf er niet over te praten. De school zou in elk geval een klankbord kunnen zijn, niet door te zeggen, jongens, bij wie wordt er thuis geslagen, wie wil het erover hebben? Maar dat je gewoon in je curriculum, en gelukkig begint dat wel te komen, er worden nu ook kinderboeken geschreven, gewoon de belletrie bedoel ik dan, waarin geweld, seksueel misbruik een deel van het probleem is, waar kinderen zelf dan of met elkaar of een
persoon zoeken bij wie ze terecht kunnen. Maar gebruik dat nu ook in onderwijs. Maar het begint natuurlijk gewoon met erkenning door de overheid dat het een probleem is. Dat is het. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Zij is van mij. Een podcast van De Telegraaf gemaakt door Kelly Valk, Marieke Mager en mij, Saskia Belleman. Nu is de politiek aan zet. Willen we dat vrouwenmoord echt serieus genomen wordt, dan zal daar actie moeten worden ondernomen. We hopen naar aanleiding van deze podcast in gesprek te gaan met Politiek Den Haag en de verantwoordelijk nieuwe minister in het kabinet. Voor deze bonusaflevering hebben we nog geen verschijningsdatum. Als je hem niet wilt missen, kun je je abonneren op deze podcast in een van de vele podcast-apps. Dan krijg je vanzelf een melding als het zover is. Met dank aan Wilson Boldewijn, de co-host van deze podcast. Aan Robin Mulder voor de intro-muziek, Petra Urban voor ons logo. Maak jij je zorgen over mishandeling of huiselijk geweld bij jezelf of bij anderen? Dan kun je gratis bellen met Veilig Thuis via 0800 2 3x0. Ook anoniem. Dank je wel voor het luisteren.